Ik was bij de Deventer Scheidsrechtersvereniging. En die had een jubileum. Die bestond een aantal jaar. Je gaat nu wel lachen. En er waren, allemaal mannetjes van 60, 70 jaar... die allemaal Johan hadden gefloten. Waarom zijn mannen van 60, 70 jaar mannetjes? Omdat ze gaan krimpen op een gegeven moment. Oh. Ja. Dat heb je ook een beetje. En ze zeiden allemaal... Ja, die Johan op tv, en hij praat wel over voetbal, maar... Er waren twee dingen over Johan. Hij kon niet goed voetballen, maar hij kon wel goed neuken, zeiden ze. En wat kon hij goed? Neuken? Neuken. Ja. Wat heb jij nou liever, René? Nou, ja, het allebei zou het beste zijn. Ja. Allebei. Ja. En ze zeiden ook... Maar ik was al tevreden met neuken. En ze zeiden, hij had misschien verder kunnen komen, maar er was één dame in Deventer... Nee, dat weet ik niet hoe dat is gegaan, maar er was één dame, Tineke de Jong... En hij was... Rielenweg. Constant met haar bezig. En haar broer was de gitarist van de White Comets. Ja, en jij liep constant achter haar aan, heb ik gehoord. Dat zal ik niet ontkennen. Je hebt haar niet met rust gelaten. Nee, maar ik heb Tineke nog een keer heel toevallig ontmoet. Kijk, ik was verliefd op Tineke, maar ik werd verkocht naar Cambuur. Ja. En ik moest meteen 's avonds met Cambuur de volgende dag tegen FC Groningen spelen. Dus ik moest mijn spullen pakken en weg. En Tineke was verpleegster en die zat in zo'n zusterhuis. En er zat zo'n oud wijf aan zo'n balie. En daar mochten mannen helemaal niet inkomen. Dus chic als ik ben, ik dacht, krijg de tering. In Leeuwarden is ook wel wat te neuken, hè? Huppakee, weg. Nooit meer iets laten horen. Ik sta 10 jaar geleden met Van Hanegum. Moesten we op vrijdagavond die wedstrijden doen, was ik bij Heracles tegen Groningen. En Willem en ik die staan in die ingang waar de spelers binnenkomen, even te roken. En dan heb je die hele volle tribune achter je. Daar staat een mevrouw, keurige mevrouw, te roepen van... Johan! En ik kijk om. Ken je me nog? Weet je wel, al die mensen meekijken. Tineke uit Deventer. Ik zeg tegen Willem, godverdomme. Maar het zag er nog heel kek uit. Ja? Ja, woonde in Vriezenveen. Je hebt het adres meteen genoteerd, hoor ik. Nou, ik heb meteen een nieuw behangetje op gedaan. Ja, heel verstandig, ja. Maar dat die mannen dat allemaal wisten, dat hij daar zo goed in was. Wisten alles nog van hem. Ja. Hij was niet zo'n goede voetballer, zeiden ze. Dat klopt ook. Ja. Nou ja, je had ook pech, hè, met Bert van Marwijk. Nou ja, er waren twee linksbuiters. Er waren met drie linksbuiters bij Go Ahead. En die andere twee waren beter. Ja. Nou, dan ga je naar zo'n klein clubje, Cambuur, Leeuwarden. En dan word je back. Ja. Was ook een leuke tijd, toch? Leeuwarden was heel leuk. Ja. Had een verkering met Miss Ameland. Echt waar? Ja, ook een hele leuke vrouw. Wat kon die goed? Nee, maar zo'n mevrouw die is nu ook van mijn leeftijd. Die zit daar te kijken. Ja. Die zit daar te kijken en dan kan ik niet haar specialiteiten even opnoemen. Maar denk je niet dat Tineke de Jong kijkt? Jawel, maar Tineke is geloof ik goed onder de pannen. Okay. Maar Tineke was de topvijf. Ja. Maar dat was niet die dame die altijd die pillen voor jou leverde uit het... Dat was weer een ander. Nee, dat was een ander in Haarlem. Ja. Die werkte in de... Maar die was ook verpleegster, heb je ooit al verteld, toch? Nee, die zat in... die deed de apotheek in het ziekenhuis of in zo'n bejaardentehuis. Ja. En als er dan zo'n oudje doodging, dan moest zij die pillen moest zij vernietigen. Ja, maar dat deed maar ze niet. De peppillen, die gaf ze dan aan mij. En daar is Haarlem dus Eredivisie door geworden. Ja. En Barry Hughes dacht altijd dat het door zijn trainingsmethode kwam. Iedereen ging als de brandweer. Iedereen ging als de brandweer. Ja.